Hey Kar, je mag best je emotie tonen. Ja. Daar gaan we weer. Ja. Hopelijk voor kort, jongens. En echt is iedereen geboosterd half januari. En gaan we gewoon weer open. Maar toch, tuurlijk, als je geen zin hebt in de vrije training, deze staat op YouTube. Yes! Zoals je ziet. Oké, we hebben een pittig schema van een half uur. Kar, ik heb nodig van je. Combinatie 1. Tuurlijk. Stap zijwaarts uit in een squat met de clean. Daar doe je de 12 van. Als je dat hebt gedaan, ga je rustig door. Dat heb ik nodig. Twee keer een upright row. De tweede draai je door naar een press. Draai door. 1. En dan ga je weer terug naar je upright row. Daar doe je er 8 van. Als je dat hebt gedaan, rust je even een half minuut uit, als je dat zou willen. Schudden, schudden, schudden. Doe je die ronde nog 2 keer. Daarna, combinatie 2, Kar. Ik heb een rustige deadlift nodig en een wat snellere van 2. 1 rustige. 1. 2 en 2 snellere. Pam, knijp hem. Jongens, daar hebben we 8 herhalingen van nodig. Rustig is dieper. Sneller is ietsje hoger blijven. Dan een row. In de combinatie 2, oefening 2. Triple rows. De eerste ronde en dan weer omhoog komen. Daar doe je er 8 van. Die wat smaller, de tweede ronde wat wijder en de derde ronde heb je hem super wijd vast. Ook deze combinatie set doe je 3 keer totaal. Nou Kar, heb je die gedaan, dan heb ik nodig lunches voor de combinatie nummer 3. Oefening 1 in combinatie 3. Triple lunch, rechts. Als je er 8 van hebt gedaan, wissel je hem af, jongens. En dan doe je ook je linkerbeen 8 triples. Als je daarmee klaar bent, hou je hem uit je nek. Pak je hem onderhands door voor de biceps. 2 snelle en 2 pulses. Dat is een lekker zwaar gewicht, maar dat is te doen, want het is niet zo heel lang. En 2 pulses. Daar doe je 10 herhalingen van. Is het te zwaar, gooi er dan niet altijd gelijk gewicht af. Maar pak hem gewoon 8 herhalingen. Ook deze combinatie set, 3 sets. Dus daarna ga je weer door met je lunch. Hey jongens, combinatie 4. Barbell triceps. Oh jee, je mag lekker liggen op de vloer. Gelukkig is het lekker warm. Ik heb nodig 4 keer naar je navel en 4 keer naar je voorhoofd. Kijk uit. Je kan je step ook hoog zetten. Je mag hem ook zo laten staan. Je mag ook een bankje pakken. 4. En 4 keer naar je voorhoofd. Een gewone. Ja. En die 4 keer naar je navel mag je pulses doen of gewoon wat jij wil. Ja? Daarna, als hij dat heeft gedaan, blijft hij gewoon lekker op die step liggen. En dan ga je gelijk door met barbell press voor je borst. Een triple press. En daarna 2 keer helemaal. Gaat hij. 1, 2, 3. Helemaal omhoog. En dan 2 singles. Super. Nou, als je dit allemaal hebt gedaan, jongens, ook nog 2 sets. Dan heb je ook je borst en je triceps getraind. En als laatste, kom lekker staan. Pak er een schijfje vanaf. Even een beetje draaien, dat ik niet in bloed heb. Oké, dan heb ik around the world nodig. Je gaat daar rechts, klokwijs, helemaal door. 1, juist. Nee, dat is om en om. Kar luistert nooit zo goed. Je doet 8 maal en je gaat helemaal door. Buig je benen, alles uit je buik halen. Na 8 keer wissel je hem af naar de andere kant. Sexy hoor, steeds je blote buik. Lekker, hè, die navel. Nou, na 8 keer wissel je hem, jongens. Daarna lateral flexie. Wat doe je? Schijf in 1 hand. Wil je zwaarder, pak je ook een schijf in je andere hand of je legt je hand achter je hoofd. Ga naar de zijkant. Oh, hij heeft hem vast. En tik de grond aan. Eerst alleenig. En, ja, je been is net uit slot, netjes. Nou, dan heb ik er ook een stuk of... Af nodig rechts, 12 links. 3 sets van heel die ronde. En dan ben je klaar, jongens. Het is nu een beetje koud, maar morgen staan natuurlijk alle spullen voor je klaar. Dus je kan ook gewoon je vrije training doen. Niet te veel huilen, lekker. Nee, maar het blijft verdrietig.